De Junior Chamber International Suriname, GCI, heeft vanmorgen een GCI Active Citizen Seminar gehouden in het Larouk-gebouw. Het uitgangspunt voor dit seminar is de Active Citizen Framework, ACF, een methode voor het uitvoeren van duurzame projecten die moeten leiden tot meetbare resultaten in de gemeenschap. De ACF wordt daarom als tool ingezet tijdens het seminar. De nationale president van de GCI Suriname, Giselle Tjonkisim, zegt dat GCI gaat voor een leiderschapsontwikkeling. Wij willen dus een organisatie zijn met actieve jongeren, benadrukt Tjonkisim. We zijn er om dus die opportunities aan onze fellows te geven. De fellows nemen opportunities aan. We geven ze tal van trainingen, whatever, alleen maar om zichzelf dan beter te maken. En dan gaan ze dus in de samenleving, in een omgeving, om te doen wat we leven. En dat is to create positive change. We leren ze en daarna gaan ze in de samenleving om wel die positieve verandering te weten. GCI, dat zeggen we, will be the organization that unites all sectors of society. En de sectors of society. We hebben dus drie, de business sector, we hebben de government sector en de civil sector. Wij zeggen dat we niet, we willen die positieve verandering teweeg brengen hier in ons land, we zijn in Suriname. En we zeggen dat we het niet alleen kunnen. GCI Suriname telt 6 kamers. Met deze kamers probeert zij via een trainingsmodule meer inzicht aan deelnemende organisaties te verstrekken over het inzetten van de methode van ACF, zegt de nationale president. Dus wij committeren ons ook aan het PEACE-gedeelte, het PEACE Awareness. En we zijn dus ook van plan dit jaar invulling te geven aan de PEACE is Possible campagne. Dus wij hebben als thema van het jaar Change Begins with PEACE. Alles wat wij van het jaar zullen doen, zal draaien om PEACE. We zijn hier met alle andere organisaties. We willen het PEACE gedeelte dat we hebben. De liefde die we voor elkaar hebben, die we voor de organisatie hebben. We willen natuurlijk ook overbrengen naar jullie. Zodat u het dan ook verder kan overdragen. Want zoals ik al zei, we kunnen het niet alleen. We moeten het samen doen, met z'n allen. Dus, jullie zullen veel meer horen van GCI in 2018 en ik denk daarna ook wat onze Peace of Possible campagne betreft. Jullie zijn vandaag hier voor onze Active Citizen Framework. Dat is een heel belangrijk, een belangrijke tool die wij meegekregen hebben. En we zijn niet zo gierig, asociaal, om het zo te zeggen, voor even puur gezegd, om het te houden voor ons. Want het is een heel mooi middel, tool, ik weet hoe je het nog meer kan noemen, om dus goede projecten uit te voeren. En wij willen dat met jullie delen. Giselle Tjonkisim, nationale president GCI Suriname. Zij sprak vanmorgen tijdens het GCI Active Citizen Seminar, het gehouden is in de conference room van La Larouque.